Oké, okay guys, we zijn terug. Dit is het tweede gedeelte Rada right Bite Now Inc. podcast. En dankjewel dat jullie hier aanwezig zijn. Um, we zijn bij het tweede, tweede gedeelte eigenlijk. Ik wil, ik wil je aan mijn nieuwe gasten voorstellen. En uh, we beginnen aan de rechterkant hier bij de bank, bij de Lovely Christine. Yes. <laughs> um, ja, wacht, nee, misschien moet ik even een introductie doen waar dit over gaat. Want we hebben het in het eerste gedeelte gehad over het independent zijn als artiest. En nu zijn er nieuwe gasten bij ons aangeschoven om het te hebben over de. de ja, eigenlijk de mengelmoes tussen hip-hop en art. Ja, als ik het zo een beetje goed zeg, toch? Hoe hebben we die mooi? Cross-creativity. Nou, super. En, <laughs> ja, dat is een fancy woord voor, uh, voor die mengelmoes, toch? Maar um, dit zijn eigenlijk gewoon een paar mensen waarvan wij dachten, als. Als, ja, als organisatie van dit, dit zijn goede voorbeelden van mensen die goed spelen met de hip-hop cultuur en hun kunst. Um, Christine is beeldende kunstenaar en zij maakt ook kleding, ze, ont ze ontwerpt, ze doet van alles. Um, zou je kort willen voorstellen? Ja, ik ben uh, Christine Kipereri. Ik ben nou, ja, sinds kort kunstenaar, maar officieel eigenlijk uh, modeontwerpster. En um, ik werk vanuit Amsterdam en ik heb. Vorig jaar Modelijn opgezet en ik heb af en toe exposities. Ja, ja, ja. Okay. ja dat is kort even. It. Yeah. Ja, dus dan gaan we door. Naar ja. Brian Elstak, een van onze living legends hier in Amsterdam. Moet ik wel, ja, dat, dat, mag, wel, dat mag wel gezegd worden. Is een beetje, ja. Nee, je bent echt een grote inspiratiebron voor denk ik een nieuwe generatie kunstenaars hier in Amsterdam. Um, heel veel mensen kennen jou, denk ik maar Vertel toch maar even wie je bent voor de nog nieuwe generatie die jou niet kent. Uh, ja, ik ben beeldend kunstenaar. Uh, ik doe heel veel, maar dat vakje past heel goed, want dan kan je sneaky heel veel meedoen in dat vakje. Uh, uh, oh ja, en uh, uh, kinderboeken schrijven tegenwoordig mag ik ook apart. Ja, en je hebt ook een hele dope podcast, die ik toevallig... Wel eens luisteren, heel veel mensen weten dat niet, maar ik ben echt fan van je podcast. Thanks. Oro heet hij, ja. Ja, Die Moet jullie echt checken. Brian Elstak praat echt met super toffe mensen. Echt, like. Ik weet niet eens hoe jij die mensen kent, maar dat ga ik soms doen. Mensen zoals nou, ik hoorde bijvoorbeeld een van de podcasts die echt indruk op me heeft gemaakt, was dat jij in gesprek was met de oprichter van WeTransfer. Dat Nader. is me echt bijgebleven, Nader, ja. ja. Hoe hij als blogger en als, weet je, als schrijver eigenlijk gewoon en heel veel andere dingen die deed. Dat, dat schrijver van een hip blog. En van en een hip blog. En hij is nu een multimillion business we transfer. Ja. Ja, dus dat, zo kan het gaan, mensen. Weet je. Maar um, ja, we gaan verder. <laughs> we <laughs> hebben nog een hele speciale gast. Speciaal. <laughs> ja, heel, ja weet je, zeker speciaal. Jawel, stel, je stel je even voor? Uh, ik ben Sharon Jane, uh, fotograaf en art director. Um, ik werk voor artiesten, uh, brands, institutions. En yeah, ja, cross culture en cross creativity Die is gewoon echt uh, is mijn ding. Dus, Heel uh, ja, tof. <laughs> ja, echt, ja, het blenden van disciplines. And, uh, yeah, ja. Ding. Volgens mij heb ik een tijdje geleden. had jij een samenwerking met Daily Paper gedaan. in Marokko, klopt dat? Oh ja, klopt, klopt. Dat ja. is echt een van jouw shoots die me heel erg is bijgebleven. <laughs> ja. Ik vond het heel sick. Ja. Dus ik, dus, oh ja, ik weet niet, we gaan dat gewoon remonteren. Dat mensen ook gewoon een beetje zien wat jullie maken, ja. weet je. Dat, dat dat gewoon ook te zien is. Want ik vind dat heel inspirerend. Jij bent dus ja. ook een van de mensen die gewoon muziek en fashion ja. en in je fotografie. Het, is bij, het wordt bijna iets nieuws, vind ik. Weet je? Dus dat is heel sick. Marjorie, um, ik wilde eigenlijk gewoon jou, eigenlijk met jou ook beginnen. Want jij bent ook iemand die vanuit de hip-hop, theater en alle andere kunstvormen. Hoe is dat, hoe is dat voor jou begonnen? W hoe be, hoe, met wat voor kunstvorm ben jij begonnen en hoe ben jij dat ja. daarna gaan incorporeren met, met muziek en, 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 en art en hoe heb je dat gedaan? Ja, ik kom dus inderdaad uit de oldschool hip-hop. Ja. Uh, en dan feitelijk, eigenlijk als uh, uh, een van de possies. <laughs> ik kon niet rappen, <laughs> ja. dat kon ik niet. Uh, ik kon wel zingen. Dus ik zat in een uh, deed soms mee aan een live hip-hop groep. De eerste nog voor uh, een band was het ook, de ja. eerste voor uh, The Roots, New Clarity. Ja. Daar zong ik dan in mee. Uh, zo ben ik begonnen. Uh, ik ben daarna eigenlijk tegelijkertijd naar de theaterschool gegaan. En ik heb eigenlijk meteen um, die twee werelden samengebracht. Ja, oké. Okay, okay. Heel bewust, omdat ik iets had van ja, wat ik in theater tegenkwam, is niet zoals ik denk of ja. wil denken. Ja. Uh, en uh, mijn vrienden, mijn Matties en misschien mijn, mijn waar ik in zat, buiten. De school, uh, dat is waar hoe ik leef, wie ik ben, hoe ik denk. Laat me kijken als ik die twee werelden samen kan brengen, dus dat is ook hoe mijn eerste groep samen met Maarten van Hint en Lucien Campbell, ja, uh, uh, die uh, dat made in the shade. Heette het, uh, zijn we daarom ook begonnen. Oké, okay. Ah, ja. tof. Um, ik wil even terug naar Christine gaan en, en, en aan andere gasten. Um, want waar is bij jou de behoefte eigenlijk? Waar is jouw story ontstaan? Waar is bij, waarom ben jij die stijlen gaan combineren? Um, ik denk, ja ik, ik bouw, ja, ik wou heel lang modeontwerpster worden, sinds dat ik heel jong was. En uh, ik ben gewoon die droom gaan volgen door een opleiding te doen. En uh, na mijn opleiding ben ik zelfstandig gaan werken als modeontwerpster. En sinds ik... Uh, Sinds twee jaar geleden ongeveer ben ik echt meer in de scene gekomen van Amsterdam. Want ik woon hier nu vier jaar. Ja. En dat ja. gebeurde echt na mijn opleiding. Dat ik echt op een gegeven moment ja. mensen ontmoette die ja, independent bezig waren. Maar ook vooral muzikanten. Ja, je leert best wel snel muzikanten kennen. Ja, zeker. Helemaal niet als je zeg maar niet een kunstachtergrond hebt, maar meer modeachtergrond. Ja. ja. En zo is het eigenlijk ontstaan dat ik ook uh, op een gegeven moment kleding ben gemaakt voor. Dat soort mensen, dus ook gewoon mensen uit de hip-hop zien en muziek zien. Niet eens per se alleen hip-hop. Nee, precies. Want een van die genres, wat ik bij jou heel interessant vind, is punk, volgens mij ook. En, en, ja. ja, toch? En maar dat is, meer, dat is voor mij meer een soort van inspiratie. Oké, okay, ja. Eerder ja. dan dat ik zeg maar echt kleding maak voor, voor die bands. Scene. Ja, 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 scene. ja. Nee, maar dat is wel tof, juist. Want het blijft hip-hop in een way wat jij. Je brengt ja. het eigenlijk terug naar ons. Oh, ik bedoel, je, 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 ja. je kijkt hoe je terug naar de basic kan houden... maar je haalt inspiraties uit andere ja, precies. ontwikkelingen, ja. zeg maar. Ja. Dat is heel tof. En hoe is dat voor jou, Brian? Waar is die behoefte ontstaan om toen... Want jij, jij hebt ook met labels vroeger heel veel samengewerkt... en heel veel artwork voor mensen en verschillende dingen. Waar ja. is dat ooit begonnen, die, die, die behoefte? Uh, nou ja, een aantal dingen. Uh, uh, Yo! MTV Raps... Was een soort leerschool. Oh ja, uh, ja. Tekenfilms, comics waren ja. een leerschool. Uh, Made in the shade. Welk, een, welk, uh, welke, welke tekenfilm vond je echt sick vroeger? Gewoon dat je dacht van, joh. Um, een... Ja, het is gewoon Transformers en zo. Was oh, toen okay. wel het beste sinds gesneden brood. <laughs> <laughs> dus, okay. uh, maar het is een soort Look combinatie there, van. Yeah. van, van yeah. Uiteindelijk komt het toch op verhalen vertellen neer. Uh, weet je, je kan naar een hele moeilijke kunstschool gaan, of je kan ook inzien dat de dingen om je heen uh, ook kunst zijn, weet je wel? Zo'n Transformers tekenfilm, uh, daar werken tegen mensen aan, keihard. Ja, 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 dat is het ja. beste wat ze op dat moment kunnen geven. En dat is dan mijn leerschool, dat is mijn instapmoment. Is het beste wat mensen hebben gegeven, dat zie ik als eerste, zeg maar. Dus zo was het ook met Wu Tang, weet je. Gasten hebben heel lang nagedacht. Over voordat ze een plaat maken en hoe het moet klinken. En welke yes. samples en welke Spork. lyrics. Ja. Welke videoclip, wie die videoclip maakt. Weet je, dus ik, had, ik zat um, aandachtig in de les, weet je, elke ja. zaterdagochtend met cartoons en dan zaterdagmiddag met JoMTV raps en dat soort dingen. En uiteindelijk uh, komt het toch neer op verhalen vertellen en um, uh, zien dat uh, onze verhalen ook legit zijn omdat ja. je, dat je dat ook kan vertellen. En Made in the Shade was daar ook in, een goede school uh, in. Ja. Uh, juist omdat die mix van um, theater en hip-hop heel duidelijk was. Weet je, ze zagen een voorstelling maken als uh, in een cijfer staan. En in plaats van dat, je, dat jij nu mag spitten. En ja. dan ik was het soort van: oké, okay, wat breng jij? Hoe kan ik dat mengen met wat ik denk dat tof is? En zeker, zeker. ze maakte daarin bijna voorstellingen als, uh, als hoe uh, Kanye West een beat zou maken, weet je wel? Ze hebben één gekke Italiaanse vrouw die blaird, samen met uh, <laughs> de, de gekke drums die Jay Dilla ook heeft gepakt, en maakt daar een heel nieuw ding uit. Dus ik, kon, ik werd, ik, ik, voor mij is hip-hop cultuur is, is, is pure creativiteit. Ja. ja. En, uh, en dus dat is mijn leerschool geweest. En daarom was ik altijd iedereen die altijd oneerbiedig deed over hip-hop met yo-yo handje en allemaal <laughs> ja, 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 <vakken. laughs> We you know, ja. Ik vond ja, het altijd ja. heel slecht tegen, omdat ik, ik wist gewoon hoe belangrijk het was voor mij als kunstenaar, zeg maar. True. lang en, verhaal. Ja, nee, goed. Maar <laughs> ik, wil, ja, ik wil toch nog een share even gaan. Um, cool. Want ja, jouw fotografie, want hoe, ja, wat voor rol heeft hip-hop voor jou eigenlijk gespeeld in je werk en waar is dat ontstaan? Uh. Nou ja, voor mij is het ontstaan op um, om me heen kijken. Is, uh, straat is voor mij echt main inspiration. Weet je wel, dus het moment dat je naar buiten loopt en de zon schijnt en de zon schijnt en de lucht is blauw of whatever. <laughs> en, ja, dat is al een soort van inspiration. En um, hoe de zon reflecteert op een muurtje of whatever, dat is voor mij um, ja, straatcultuur. En um, ja, omdat ik denk dat hiphop voornamelijk um, niet alleen vanuit jezelf, vanuit je hart komt, maar vanuit een reflectie of whatever, iets dat je ziet om je heen. Um, ja, en, 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 en wat is hetgene wat, waar jij je fotografie nu straks dus in de toekomst aan ziet gaan? Want ik bedoel, ik zie nu al dat je wel redelijk innovatief bent met het opzetten van je shoots, moet ja. ik eerlijk zeggen, vergeleken met heel veel fotografen. Ja. Waar zie, je, waar zie je de toekomst gaan voor jou? Uh, voor mij is de toekomst heel erg in. Um, dus ik heb, ik heb heel erg ondervonden, inderdaad, dat je, je, je kan dingen kan ontdekken op straat, maar oh, je kan ook dingen naar je hand zetten. Weet je wel? Dus je kan ook de direction nemen in, in, um, in wat je ziet of wat je wil zien. Dus um, ja. Veel meer dat meer uitbreiden en meer meer art direction en okay. gewoon je eigen, je eigen werelden creëren. Ja, okay. en, ja, ja, dus eigenlijk nog meer in dat wat ik, wat, wat ik zeg over de jaren heb ik kunnen zien hoe je van just foto's klikken bent naar ja. de hele setting eigenlijk bedenken van: oké, ja, ja. ja, ja, ja oké, okay, ja. ja, ja. okay, dat is ja, nee, hak aan. Ja, de vraag, maar dat is eigenlijk ook een vraag naar jullie allemaal. Uh, dat, wat me triggert is, is, jij, jij uh, Sharon Jane, die zegt uh, meer op de art direction in. Mm. Dat betekent, als ik het zou interpreteren, dat je ook daarmee je hele eigen uh, lifestyle yeah. wil creëren. En yeah. ik, ik ga er ook vanuit dat jullie dat allemaal op jullie in binnen jullie werk doen. Ja. Yeah. Uh, ik, ik heb dan meteen ook een vraag van, ja, hoe belangrijk is dat om dat zelf te creëren voor, je, voor ja. jezelf? Dat, voor mij is het heel belangrijk. Nou, ik heb lifestyle en design gestudeerd ook nog. <laughs> dus het is like, voor mij is het, uh, ja, je, je, je kunt jezelf, je eigen leven gewoon vormgeven hoe je het wil. En omdat er gewoon, um, ja, voor mij is er nog niet echt een voorbeeld van. Ja, hoe ik het graag zou zien. Dus ja, waarom, waarom zet je het niet zelf neer? Waarom ja. uh, onderzoek je niet wat je echt nice vindt? En, um, dat heb ik ook wel heel het erg. gewoon in handen? Ja. ja, want ik denk, zeg maar, um, sowieso als, als ja, beeldend kunstenaar, of fotograaf, fot fot weet ik veel, groot fotograaf of zo, um, moet je sowieso je eigen beelden creëren. En ik heb heel erg het gevoel dat ik, persoonlijk als kunstenaar werk ik heel erg vanuit mijn gevoel en vanuit mijn omgeving, dus eigenlijk creëer je al in je beelden wat jij zeg maar ziet en meemaakt, dus dat is zeg maar voor mij heel erg als ik, ja ik ben best wel emotioneel wat dat betreft, maar als ik bijvoorbeeld heel erg sad ben dan zie je dat ook gewoon terug in mijn schilderijen en dat zullen wel meerdere kunstenaars hebben, dus ik denk dat dat een soort van voor bijna voor iedereen geldt, dus je lifestyle en alles hoe je ja, jezelf reflecteert op je werk. Lijkt me. Ja. Ja. Tenzij je echt conceptueel, conceptueel, zeg maar, bent in je, in je werk, maar dat's nog één keer de, de vraag, sorry. Ja. Nou ja, ik, dat, word, ik word uh, steeds ouder. <laughs> <laughs> Eigenlijk feitelijk door uh, wat, wat, wat ik net hoorde van uh, Shannon D, ik hoor het ook terug bij jou, wil je het zelf ook in de hand hebben. Dus feitelijk even op een andere manier gezegd... Ben je, wil je je eigen curator zijn van de ideeën of de uh, concepten die je hebt... eerder dan dat je je aansluit bij een, ik zeg maar wat, opdrachtgever. Of, uh, dus je creëert je eigen ja, curatorschap, feitelijk dat. En hoe belangrijk is dat voor jullie? Ik zie dat bij jullie allemaal terug... En hoe belangrijk is dat om dat zelf te creëren? Nog, nog even de vraag. Nee, grappig. <laughs> nee, <Ja. laughs> nee. Um, um, nou, wat, ik, wat ik interessant vond, in het gesprek wat hiervoor was, ik weet niet of het achter elkaar wordt gemonteerd. Ja, 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 ja. Um, ja. Maar wat, wa, waar ik meteen aan dacht, waar ik het ook met Sharon over had, is dat uh, wat, wat tof is aan de, de, de twee uh, rappers, allebei rap toch, ja, ja. Ja, is, is dat um, dat is al in orde. Het rappen, weet je wel, en waarschijnlijk de beats en zo, dat is allemaal, dat is allemaal cool. Um, wat, wat ik dan als tip zou meegeven is, is um, um, weet je, link op met, met mensen die, eigenlijk met mensen als, als Sharon en, ja. en uh, sorry, Christine. Het is ook echt we heel erg met tip aan je Weet um, <laughs> je, van, van kijk, kijk hoe, hoe zij um, je wereld kunnen uitvergroten, weet je wel. Dus dat je wel duidelijk jezelf bent, dat je niet per se... Uh, Ik probeer mijn wereld zeg maar, weer te vergroten door juist naar muzikanten te kijken. Omdat ik zeg maar, een beeld en kunstenaar en ontwerper ben. Ja. Dus ik denk dat het ook heel interessant is inderdaad. wat jij zegt om voor hun weer anders om te kijken. Van, hey, wat kan ik daaruit halen? Of, nee, maar ze daar... hebben het ook nodig. Het is, ja, wij, wij, is, we, ze is heel belangrijk, wij ja. en, en, en de muzikanten. Omdat als je kijkt waarom mensen uh, uh, Andre 3000 tof vinden. Of Kendrick tof vinden. Ja. Of, of weet je, een specifieke artiest is omdat ze... Totaal plaatje hebben. Weet je wel. André heeft altijd alle tekeningen gemaakt van uh, de albums. Weet je wel. Die, ja. uh, um, hij heeft altijd. Uh, uh, Beyoncé is misschien ook een heel goed voorbeeld. Ze denkt heel visueel na. Dus ze wil ja. bij elk album wil ze. Uh, alles moet geklipt worden. Weet je wel. Uh, omdat ze het gevoel heeft dat dat haar totale vision van. Ik vind deze regisseur tof, want die regisseur is, is, is een dame die snapt. Uh, wat ik bedoel als het hier en hier om gaat, dus ik wil haar visie op deze track, maar ik wil ook mijn ideeën daar uh, aan, aan toevoegen um, Zeker. Dat, is, dat is een, een hele belangrijke uh, stap voor artiesten en ik denk dat als je een soort ik denk dat je inderdaad geen labels meer nodig hebt op een bepaald vlak als je gewoon weet dat je, dat je team ijzersterk is en dat ze een wereld kunnen bouwen die, mm -hmm. die je verhaal versterkt en, ja. um, en daarom is het heel tof want uh, wat mensen misschien niet weten is dat Sharon Jane is juist verantwoordelijk geweest voor de begindagen van Daily Paper, voor de begindagen mm -hmm. van Philip mm -hmm, Pieces, mm -hmm, mm -hmm, weet je mm -hmm. wel, die beelden waren van haar, mm -hmm. en, en het leuke is dat, uh, dat is nu, nu staan Don't mannen clap. in de Forbes ja. weet je wel, en dat soort dingen uh, maar ja. het, is wel, het zijn wel de beelden die zij heeft gemaakt met hun product. Dat is echt honderd procent waar, Dat is iets wat, ja. um, wat te the weinig um, uh, shine krijgt. Ja. Weet je, je hebt wel een beste videoclip award voor bepaalde dingen. Dus een regisseur kan daar wel van genieten. Maar je hebt niet de beste typograaf award. Of ja. de beste ja. fotograaf ja, ja. award. Of de persoon ja. die... Uh, uh, de Blijker, vertaling, de ja. brug kan maken dat Kendrick ja. deze schoen met Nike kan doen, ja, 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 weet ja, je wel ja. dat, is, dat, dat, dat mis facts. je ja. en, dat, uh, en dat is heel zonde dus ik weet nog dat ik uh, ik, ik ga een beetje vaag door ja, nee, maar ik hard weet hard nog tof. dat ik tegen die jongens van Puna uh, zei van, uh, waarom, waarom zetten jullie soms wel de regisseur neer en soms niet van een clip Ja, weet je wel, <laughs> en het is een soort van hou dat vol, weet je wel artwork is gemaakt Maak door, blablabla want dat is waarom mensen bla 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 gaan checken. Maar dat is nog wel jong in Nederland, vind ik. Dat, kijk, net als hoe ik zo highly over jullie denk. Ik vind dat, dat zeg maar heel, heel veel mensen niet echt naar de achtergrond kijken van mensen die dat soort dingen creëren. Weet je? Dat, zij, dat zij ook vooral de, de makers zijn van heel veel van die dingen. Maar, ja. maar goed, ja. Ik wil, ik wil nog één ding toevoegen. Ja, want uh, jij bent ook manager van Jonna, toch? Ja. Nou, ja, Jonah die, die ik weet nog dat um, um, Jiggy had hem soort van weggestuurd even, soort van eerste mixtape ja, en dan kijken ja, we even. Ja. En ik zag dat en ik dacht ze van kut, ik hoop dat hij het haalt. Ja. Want het is een test namelijk van ja. Jiggy of hij het gaat halen, ja, weet je wel? Ja, ja, ja. En dus ik, dus I reached out en ik zei ze van, luister, jij komt uit Zaanstad, ik kom uit Zaanstad, Moni Raji, fotograaf komt uit Zaanstad. Ja. Laten we een soort Zaanse Boys ding doen. Wow, Let okay. me help you, weet je wel, met je eerste EP. Artwork, dit dat. Dat wisten we niet yeah. eens. En zo we did. Mm -hmm. En dat ging goed. En Jiggy was impressed. En toen zei ik: Oké, okay, het lijkt me doop om. Maar was ja, het Artwork die... dan door te zetten dat we die soort Soundboys-ding volhouden? Ja. Yeah. En toen werd de opdracht aan andere mensen gegeven. Snap je? Oh yeah. dus ja. En Jiggy is een very good friend of mine. Ja. Maar het is een soort van: als je niet oplet. Ja. Snap je? <laughs> ja, dan, ja. Dan, dan help nee, je ja, met shit. Ja. En dan ben je aardig ja, hier. Ja, dat is ja, ja. Dus het is een soort van. Je moet yeah. weten waarom je het doet, en Jonas is yeah, yeah. een good dude. En ik, en ik, yeah. en ik, en ik volk ik nog met hem. Het is niet zijn schuld Nee, ook. nee, nee. nee. Het is ook niet Jiggy's schuld, nee, het is een miscommunicatie man. geweest. Precies, yeah. Maar uiteindelijk, de artwork die gemaakt is door de jaren heen is gewoon perfect. En de jongen die het maakt is ook gewoon een dope dude, weet je wel. Maar het is wel van: uh, er moet een soort respect level zijn voor wie wat voor je doet en hoe je elkaar kan helpen. En jammer. dan moet je ook gewoon... Die, ja. die band moet sterk blijven. Ja, ik hoor, ik hoor. het publiek helemaal losgaan. Ja. Volgens mij delen we allemaal dit sentiment. Laten we nog even naar Sharon J. gaan voor het oh. einde. En dan... Uh, ja, voor de laatste woorden op dit. Ja. Uh, laatste woord voor mij? Ja, het is uh, allemaal team effort. Uh, ja. Um, en respect voor elkaar. <laughs> voor je art. <laughs> weet je wel, het is wel vaak een... Uh, ja, er zijn nog natuurlijk mensen die op de voorgrond zijn en anderen zijn net wat meer op de achtergrond. Maar gewoon als je weet als team, van oké, okay, we did this together. Ja. Yes, yes. yeah. was yeah. amazing. Uh, en yeah, ja, blijven groeien, samen groeien en yeah. making beautiful stuff together. Yeah. Super. Ja, dat, dat ter afsluiting ook, is, dat is ook wat een van de key ingrediënten is van hip-hop: samenwerking. Echt dat, dat cijfer ding. En ik vind dat als je dat niet doet, dan ben je niet hiphop. Ja. Klaar. Ja. Nou ja, ik laat, ik laat dat even over aan jullie voor de debate, weet je. Of dat, wat hiphop is en wat niet. Maar um, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze segment. Um, van de cross-creativity. Dus ik wil me saal ja, me bedanken. We gaan zo meteen door. En de mensen die thuis kijken, blijf nog even hangen. Ja. Yes. Dank je wel.